In vorige films heb je kunnen zien hoe je een draaitabel kunt maken van gegevens in Excel. Je kunt op vrijwel dezelfde manier een draaigrafiek maken. Klik in de gegevens waarvan je een draaigrafiek wilt maken. In het tabblad Invoegen kies je hier Draaigrafiek. De gegevens worden weer vanzelf herkend. Je ziet nu naast het draaitabelgebied ook een draaigrafiekgebied. Ik voeg 3 velden toe. En ik vergroot de grafiek. Ik verplaats de productgroep naar de legenda. Ook verplaats ik nu even de grafiek voor het overzicht. En zet het veld productgroep bovenaan. Dit is een overzicht waarin je de totale kosten per productgroep per jaar ziet. Als ik nu veld naam toevoeg, is het overzicht niet duidelijk. Daarom verplaats ik dit veld ook naar de legenda. En plaats het direct onder productgroep. Handig is om in dit overzicht te kunnen filteren. Dat kan via het pijltje van elk veld. Zo komen alleen de telefoonkosten in beeld. In deze grafiek kun je deze heel goed vergelijken. Als we alleen mobiel selecteren en het veld naam verslepen, wordt gauw duidelijk wie de meeste belkosten maakt. En heel snel heb je de verschillende kwartalen getoond. Zoals bij elke grafiek in Excel 2013 kun je grafieken heel snel een ander uiterlijk geven. Dat kan bijvoorbeeld met de knoppen direct naast het grafiekgebied. Hiermee kun je bijvoorbeeld gegevenslabels toevoegen. En hiermee pas je de opmaak aan. Over draaigrafieken valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Maar je leert hier het best mee werken, net als met draaitabellen, door uit te proberen en steeds te beredeneren wat je nu eigenlijk in de grafiek of tabel ziet.